7 ingrediënten en 20 minuten. Dat is al wat je nodig hebt voor een zalig bordje vol. Het is tijd voor Klaar in 20 minuten. Wie houdt van comfortfood zal bij deze chef zeker komen aansnellen. Zijn eerlijke en lekkere gerechten is iets wat wij enorm op prijs stellen. Ik ga je niet langer kwellen, dus begin maar af te tellen. Klap in jullie handen, stam met jullie voeten en laat horen die decibellen. De enige echte Beekman Jelle. Oh, welkom. Nu nog zo'n showtrap, vuurwerk, pam. Ja, zalig. Voilà. Chef, alles goed? Zeker. Voilà. Ik heb voor jou een heel belangrijke vraag, chef. Wat ga je maken met deze 7 attributen? En vooral, is dat klaar in 20 minuten? Ja, we gaan een soepje maken met butternut en pasta daarin. Wat tomaat, wat ham, wasali, kippenbouillon. Beetje comfortfood. Ik kijk naar uit. Soep in 20 minuten, chef. Ik ga de tijd gaan starten, want het gaat rel gaan. 3, 2, 1 en koken maar. Alright. Ik ga beginnen met mijn pot uit te halen. Het is toch een uitdaging, chef. Ik ben niet verkeerd, hè, om zo... Ja. Maar zo'n butternut, dat is een van de pompoenen die eigenlijk het snelste klaar is. Dus in dat geval heb ik een voordeel. Oei, ik heb per ongeluk... Wacht, hè. Het is een uitdaging als u vuur niet mee wilt. Dan is het zeker een uitdaging. Je daagt jezelf ook graag uit, hoor. Oké. Dus... Waarom is een butternut zo... gemakkelijk om snel soep te maken? Omdat die pel heel dun is. Ja? Zie je, dus eigenlijk kun je die pel er zelf aanlaten als je dat wilt. Okay. Maar ik doe dat nu niet. Okay. Maar je zou dat mogen opeten eigenlijk? Ja, je mag het zeker opeten. Het is zeker niet giftig of zo. Ja. Maar ik ben niet zo zot van de textuur. Vandaar doe ik het liever niet. Dus ja. Kijk. Ik vind dat ook een hele lekkere pompoen. Die is ook veel zoeter dan de andere. En ik hou er wel van. Eigenlijk. Een beetje een zoete bek, eigenlijk. Eigenlijk wel, hè. Ik hou wel. Ik ben ook iemand die graag fruit in zijn eten heeft. Okay. Geen ananas op de pizza, hè? Dat niet. Hè? Nee. Maar dit vind ik wel lekker eigenlijk. Je bespaart ons een paar aantal kwade benen. Ja, ik weet het. Ik had net op tijd. Ik zie Pepe al plots stommend binnenkomen. Dat willen we niet. Hè? Morgen wakker worden met een paardenkop in je bed. Voilà, ik kan dat een beetje zachter zetten. Wat maak je nu al met die pompoen natuurlijk? Want ja, dit is nu een soepje, dat is heel klassiek. Maar... Ik maak daar ook soms hummus van. Ja. Niet hummus voor bij in de tuin, hè, maar hummus. Ja. Of zo, roosteren in de oven. In schijfjes. Dat wordt dan zo heel krokant. En dan wat geitenkaas erop, wat verse kruiden erop. Je kunt daar zoveel mee doen. En ja, of puree. Ja, uiteraard puree. Of mannetjes van maken voor mijn Halloween buiten te zetten. Mannetjes? Ja, ik weet nu niet of die... Zo, kijk, dit kan misschien een kop zijn, een hoofd zijn of zo. Het lijkt een beetje op mijn hoofd. Het, Ja, nu dat je het zegt eigenlijk. Hij zei ook zo'n zoet, nee. Dat is een complimentje. Zo ja, complimentje. Ja. Huppakee. We stoven de pompoen aan in wat olijfolie. Wat olijfolie, ja. Inderdaad. Mag ook in boter, hè. Ja. Allee, zie ik geen moeilijke mens, pas op. Ik heb gisteren uw vrouw aan de lijn gehad en die beweert wel. Mijn vrouw is mis. Wow, voilà. So far, so good. Discussie geslossen. Een uitje in de soep. Dit is een rode ui? Het is een rode ui, dat heb je zeer goed opgemerkt. Ik ben blij dat je iets geleerd hebt van al die chefs. Heel goed. Ja, die is ook, wederom, is zoeter, maar heb je thuis een gewone ui liggen? Ik ga juist dat randje eraf doen. Dat kan ook, hè. Ja. Ga niet speciaal naar de winkel om dat dan te halen, hè. Dat hoeft niet. Voilà. Dat mag ook allemaal redelijk grof zijn. Straks... Dat wordt niet gemixt of zo, hè. Okay. Maar ik hou er wel van dat dat nog zo wat beet in de soep zit. Oké. 7, 6 minuutjes. Het grootste werk en de tijd zit hem in het garen van de soep. Dus op zich hebben we niet zo heel veel werk. En ja, dat is als avondmaal. Kijk, ik word er zelf een beetje emotioneel van. Ik merk het. Als je een knuffel nodig hebt, dat kan.
Zo emotioneel ben ik nu ook wel, maar wel weer niet. Oké. Omdat ik even een klein emotioneel momentje heb, ga ik er wat spices bij doen om toch te tonen dat ik ook, een beetje een man ben. Ik ben ook een man. Ga er wat chili en paprika bijvoegen. Dus het is eigenlijk... Goh, ja. En dat is paprika of paprika poeder. Ja. Oké. Okay, dat was... Ja, dat is wel heel zot, moest dat chili zijn. Hè? Ook een beetje chili. Dat kan wel wat verdragen, hè, die butternut. Yes. En die butternut is ook zo lekker romig. Een hele lekker romige, zoete smaak. Beetje komijn. Dat is een van mijn lievelingsingrediënten. Een van mijn lievelingskruiden, dat zo zijn. Oh ja, als je dan toch... Snij maar af. Ja, hè. Voilà. En dat is chef, wat? Beetje tijm. Ah, een beetje tijm is altijd fijn. Ja, het is duidelijk dat het maar bleef bij de paprika en de ijsrood, hè. Het blijft daarbij voorlopig, maar goed. Oké. Okay. Het is oké. Ik doe mijn best. Ja, maar zeker. Ik ben blij dat jij mijn team zit. Samen werken wij intiem. Ja, maar nee. Wat? Dan nog net niet. Nog net niet. Anders krijg je weer telefoon van mijn vrouw. Zo, ja. Oké, okay, wat heb ik hier nog mee? Is kippenbouillon. Tomatjes. Die gaan we er ook bij doen. Voilà. En dan is de kwestie van dat gewoon even op te zetten. Hè. En hoe lang moet dat ongeveer koken, die soep? Want dat is natuurlijk wel zo. Exact ja? 14 minuten en 10 seconden. Het komt toch altijd perfect uit bij u? Ja, dat is ongelooflijk. Ik weet niet wat het is, maar dat is toevallig. Ja. Ja, maar ik zei, een butternut heeft echt niet lang nodig. Het heeft maar 10 minuutjes nodig, zeker als je er vocht bij doet. Dat heeft echt niet veel nodig. En die ui ook niet, dus... Wat je wel moet doen, is je kruiden nu er al bij doen. Dus niet zo op het einde bij de soep wat kruiden met paprikapoeder. Anders smaakt dat wel dat dat wat poederiger is. Dus, dat begrijpen we nu. Op die manier komen echt al die aroma's vrij. Je ruikt het misschien ook wel. Ja, ja, ja. Het ruikt hier best aangenaam. Ja, dat is waar. Heel lekker zelfs. Ja, heel lekker. Ah, ja. Ja, maar ik ben heel erg fan van tijm. Hè. Ik vind dat echt... Dat ruikt tijm en ajuin. Oh. Dat ruikt naar de Provence eigenlijk. Ik kan een beetje loco ook bij, als we dan toch bezig zijn. Ja. Over goede geuren. Maar mensen die niet graag look eten... Niet indoen. Ja. Maar ja, mensen die dat niet kunnen verteren of zo. Ja. Dan, als je daardoor last hebt aan je maag, zou ik het ook wel, wel weglaten. Hoor. Maar I love it. En look stinkt ook niet, zelf niet bij iemand anders. Nee. Ik vind dat niet. Oké. Okay. Waar haal je inspiratie vandaan voor zo'n gerechten te maken? Want ja, dat zijn toch allemaal... Ik kook heel veel met dingen die ik in de koelkast liggen heb. Vroeger hadden we zo... Een lijstje van wat gaan we klaarmaken. Maar ik kan dan nooit een week op voorhand beslissen en mijn vriendin zeggen, dit moet je meenemen. Dus zeg ik, neem vlees en groenten mee. Ja. En dan zien we wel. En dan, zo kun je nog altijd, als je een avond misschien te lang geapertiefd hebt, en de volgende dag heb je meer zin in zoiets, comfortfood, pasta, dat je niet moet zeggen, oh, joepie, vandaag zijn het... Noem eens een saai gerecht. Wacht, mijn wekkertje gaat hier af. Je bent... Snel aan het koken. Ik denk dat jouw vuur uit is, hè? Dus misschien terug opzetten. Jouw vuur is uitgegaan, dus ik denk... Of niet? Nee, het vuur staat aan. Okay. Het vuur staat aan. Het is het middelste wekkertje dat even afgelopen is. Het was gewoon om te zorgen dat ik bij de les bleef. Kijk, we zijn ondertussen 8 minuten vers, chef, dus... Perfect. Allee, ik hoop toch dat ik gelijk heb. Hè. En hoeveel kippenbouillon is daar nu bij, chef? Ik moet lastige vragen stellen, chef. 300 milliliter. Voilà. Oh, pak 350, we spreken er niet meer over. Tomaatjes erbij. Ja. Ook heel goed, dat gaat heel goed samen, tomaat en... En dat is een gezeerde tomaat, of? Het zijn tomatenblokjes. Ah, oké. Okay. Ja. Uit blik, maar heel lekker, hè. Ja. Voilà. En dat gaan we even laten pruttelen onder een dekseltje. Voilà. Goed, handjes wassen. Voilà. Dat was een beetje rustig, hè. Jouw reputatie is dat je een messy chef bent, maar dat valt best mee, vind ik. Ja, hè? Maar ik probeer toch altijd beter mijn best te doen. Ja? Ergens anders. Achtervolgt u dat, die titel? Ja, weet je, als ik dat thuis doe, dan neem ik heel vaak foto's van mijn eten. Hè? Ja.
En dan wil ik dat mooi dresseren en dan moet hij in mijn fotostudio staan en dan trek ik daar foto's van en de rest blijft dan even staan. Ja. Dus dat maakt het wel een stuk messier, laten we zo zeggen. Dan heb ik hier ook die tortelloni met vlees in. Mm-hmm. Het is echt weinig werk. We gaan die ook niet apart koken in gezouten water. We doen die gewoon in de saus. Okay. Of in de soep eigenlijk. Hè. Eigenlijk dat is eigenlijk een dikke maaltijdsoep. De minestrone voor mensen die niet wenen van een stoere... Eigenlijk ben je zo'n beetje de lazy chef ook. Hè. Dat is niet slecht bedoeld. Hè. Maar het is wel sympathiek. Het is echt positief bedoeld. Het is eigenlijk echt allemaal kant. Allee, kant en klaar, maar zo. Ja, ik ga mijn eigen niet uitpraten. Een beetje... het is eigenlijk om zeep, maar goed. Ik ga in stilte verder werken. Ik heb hier ook ham mee om het gerechtje af te werken. Dat is super lekker op een boterham. Heel mals. Dus... Belgisch product, gemaakt door een familie die al jarenlang rookt en zout. Allee, de ham, hè. Super, super, super lekker. We gaan die gewoon gebruiken als afwerking. Ik ging zo één schelletje laten zitten vanmorgen om de boterham, maar ik ga het niet... Nee, jong. Ik ga het er allemaal bij. Je leeft maar één keer, hè. Zeker. Zeker. Het is ook een soepje dat ik, omdat ik zei, ik ga eentje apart halen voor op mijn boterham. Maar je gaat dat niet allemaal opkrijgen. Wow. Dus ik ga dat morgenmiddag meepakken naar het werk en doe schot. Lekker, hè? Ondertussen hoorde dat soepje goed pruttelen. En je ruikt het vooral, hè? Allee. Ja, hè? Dat zijn die kruiden. Hè. En wanneer doe je die tortellonis erbij, chef? Wel, die moeten ongeveer 3 minuten hebben, omdat dat vers is. Maar ja, dat is 3 minuten in gezouten kokend water. Dit gaat niet koken. Dus ik zou gaan voor de 4 minuten. Okay. Ongeveer. Want het blijft ook wel verder gaan, hè. Oké. Okay. Ik kook nog room. Ik heb ook nog zoveel tijd. Ik kan eigenlijk ondertussen een boterhamdoos van mijn dochter maken. Maar dat is toch ideaal? Je hebt ook kinderen, dacht ik dan? Ja, 2 kindjes. Ja. Dat is toch ideaal? Dan kan je inderdaad de boterham wel maken voor de nacht daarna? Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het heel belangrijk om 's morgens tijd te kunnen nemen om te ontbijten samen. En niet zo'n rush. Dus als ik haar boterhammen al kan maken, dan is dat goed meegenomen. Hè. Dus dat vind ik dat wel... Wel handig. En dan is je keuken ook maar 1 keer vuil. Dat is ook belangrijk. Zo'n messy chef ben je dan toch eigenlijk niet? Ja. Het slaat ook deels op een beetje chaotisch zijn. Ik ben best chaotisch. Dus zo kom je niet over? Nee? Nee, eigenlijk niet. Ik ben ook keigoed in het verstoppen van mijn chaos. Hier is een groot acteur verloren gegaan. Voilà, ik kan mij altijd bellen en boeken voor de nieuwste Erik van Looij film of zo. Maar, ik zie je daar al liggen in loft naakt op een bed. Nee, loft niet, want dan krijg je weer telefoon van mijn vriendinnen. Nou, niet. Kijk, dat ruikt super, super, super lekker. Ik ga al een keer stengen. Zie je, dat is het eigenlijk nu al... Dat heeft echt niet veel meer nodig. Voilà, er is een fles wijn in de ijskast als je wilt een wasje drinken. Ik drink gerust mee, dus... Ja? Voilà, kijk. Moet het niet moeilijker maken dan het is, hè. Ah, kijk, voilà, hè. Huppakee. En heb jij ook een keukentrekker? Een opendoener, je keukentrekker. Ik ben van hand, hè. Ik kan het niet wegsteken, hè. Nee. Dus... Nee, ja. Bij binnenkomst hoorden en roken we het al. Ja. Ik heb ook heel goede kameraden uit Gent, dus op zich. Ah, oké. Okay. Dus het is oké. Okay. Het bestaat, leuke Gent. Ja, ik ben geen sommelier trouwens, dus ik doe dat zo. Hè. Dat is perfect. Moet ik jou een signaal geven in de tortellini's? Tortellonis, sorry. Ja, graag. Ja. Weet je trouwens het verschil tussen een tortellini en een tortelloni? Ik denk qua grootte. Ah. Ik denk dat... Ja, die... Ik dacht... Maar dat kan mis zijn, hè. Nee, maar je hebt volledig gelijk. Ik ga keihard doen alsof dat ik het weet. Ik denk dat de tortellinis kleiner zijn. Ja. Is het juist? Ja. Voilà, hè. Zie, ik dacht... U heeft gewonnen 1 glas wijn. Achter jou liggen er glazen. Ja. Wil jij ook een glas? Ja, graag. Ja, zo een vissenkom... Ik doe het dan gewoon niet vol. Ik wacht toch een kleintje geven.
En zou je er iets bij kunnen doen van andere garnituren? We hebben nu ham, we hebben, wat, ik denk dat er nog wel een kruid ligt daar. Ja, salie ligt er nog bij. Ja, well, ja, verse kruiden nog, peterselie. Kortomken. Je kunt daar zelf kip, het is echt een maaltijdsoep. Ja. Oké. Okay. Ook een van de beste geluiden ter wereld. Kan je iets vertellen over de wijn? Nee, dus... Over de wijn? Nee. Het is een witte wijn. En het is de soep is gemaakt met de rode ajuin. Dus, Denk maar aan de kant, dan ga ik het zo in het geniep komen halen zonder dat iemand mij ziet. Aan de kant? Hè? Ja, zo, dan kan ik zo in het geniep komen halen. Ja. En jij praat even vol en ik kom het zo stiekem halen. Ja, ik praat gewoon even vol. Dus we zijn hier dus soep aan het maken. Zonder wijn, maar ook met wijn. Dus de aperitief is toch altijd... Altijd goed, hè? School, hè? Ja. Je hebt pas een probleem vanaf dat je niet meer kookt bij het drinken. Met een alcoholprobleem. Voilà. Oké, okay, ik ga ze erin doen. Ja. Maar ik op u moet wachten. Voilà. Erin, goed roeren. Wat ik wel ga doen, is nog wat zout toevoegen aan het water. Allee, aan de soep. En het lijkt weinig vocht. Kan dat of ben ik verkeerd? Dat is... Nee? Goh, okay. Zijn je verkeerd, ja. Ik weet niet. Wat is voor u veel vocht en wat is voor u weinig vocht? Ik heb daar nu niet echt een maatstaf op, eigenlijk. Kijk, ik heb mijn eerste druppel alcohol al binnen, dus ik ben niet meer verantwoordelijk voor... Je hebt al veel vocht binnen. Nee, dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Het is... Ja... Het is, ik weet zelf niet of het een soep is. Het is inderdaad wel fantastisch dat je pasta kookt in je soep. Ik vind dat... Ja. Maar ik doe dat heel vaak, hè. Zeker als je kleine pasta hebt en in je water doen, lijkt een bolognese, maar dan met macaroni bijvoorbeeld erin. En je pasta gaart in je vocht en geeft eigenlijk je zetmeel af, waardoor je saus ook dikker wordt. Ja. En je saus zit echt perfect rond je pasta. En dat willen we hebben. Voilà. Voilà. Ik ben nu al fan. Ja, voilà, kijk. Salie ook. Heerlijk kruid. En dat is gewoon straks voor het af te werken. Gewoon dat zo wat. Ook heel goed. Na de ontspanning. Drie blaadjes salie. Zo bloggen, is dat ook hard werken, chef? Want jij bent natuurlijk vooral een blogger of vlogger, maar... Ik hou niet van dat woord. Ik kook en dan neem ik daar foto's van en schrijf ik daar teksten bij. En zo een compleet plaatje. Goh, ik vind dat niet hard. Allee, het is hard werken, maar ik geniet er zodanig van. Dat komt heel natuurlijk. Ik schrijf ook heel graag en ik trek ook graag foto's. En dan is dat van heel boekjes? Leuk. Ik word er eigenlijk zen van. Welk tekstje zou we hier kunnen bij verzinnen? Voor een tortelloni, groot of klein, moet je bij... Nee. Jelle Beekman. Ik ga er even over moeten nadenken. Ik ga niet zomaar iets... Dat laat ik aan u over. Er zitten er ongeveer al 2 minuten in. Ja. Zalig. Oh, daar... Ja, die geuren. Ja, maar... Ik ga dat mogen, denk ik. Mensen gaan misschien zeggen... Gaat u nu weer zeggen dat het lekker ruikt? Het ruikt superlekker. Maar het is ook echt zo. Het is ook superlekker. Kijk, je hebt één... Kijk hoe clean. Ja, het is het beeld dat we moeten nodig. Beginnen. Het hebt... Ja, en zou je die ham kunnen oppakken voordat we serveren, chef, als ik me net aan het denken? Dat kan, maar ik ga dat niet doen. Nee, maar dat was niet van kunnen, maar het was gewoon kunnen. Ja, dat kan. Ja. Maar ik vind dat wel lekker. Dat is puur lekker product. Dat is super mals. Gewoon zo. Het heeft nog zo'n eindse zoute toets aan het gerechtje. Voilà. Hoeveel minuten? Hoeveel minuten had het nog? Nog een minuutje of zo, denk ik, dat het voor de tortelloni is. Ja, oké. Okay, maar dan ga ik er al een beetje room bij doen. Oh. Dus die R, hè. Ja. En waarom pas op het einde de room bij? Ja, meer kans op schiften. Minder. En nu is die geschift lekker. Kan ook wel woordspelingen maken. Ja, maar ja. Ik denk dat je zou winnen. Make room for iemand nieuw in uw plaats, chef. Nee, is niet waar. Ik zou het nooit willen doen. Ik vind het leuk langs deze kant. Je doet het geweldig, chef. En ik denk dat er bijna gaan zijn dan, hè? Ja, ja. De tortelloni zullen klaar zijn. Die zijn bijna klaar. Voilà, en dan mogen wij gewoon keihard uitschippen. Ja. Maar echt, kijk, ja, voilà. Maar dat maakt niet uit. Goeie timing, hè? Maar. Oké. Okay. Weet je wat ik nog ga doen? Ik ga spelen met mijn tijd. Ja? Ik kan nog. Gewoon
heel even op een heel hoog vuurtje om wat in te laten koken nog, dat het ietsje dikker is. Oké. Kijk, dan drinken wij nog eens schulden. Dan kun je nog meer drinken. Ja. Ten koste van Jan. Ja. Ja. Voilà. Had ik dat geweten. Oké. Voilà. We gaan de laatste minuut in, chef. Dus ik zou zeggen, dan haak ik ook niet twijfelen. Eraan beginnen. Die butternuttenschaar, die tortelloni-schaar. Voilà. Kijk, dat ziet er, allez, mijn inziens, vrij lekker uit. Dus. Wat van die ham erop. Dat geeft zowel die gerookte en zoute toets. Ja. Ik word er een beetje stil van zelf. Ja, maar dat mag. Dat is best oké voor mij. Zo, onze Sali. Zijn we er dan? Je hebt nog 20 seconden. Heb ik nog tijd voor peper, joh? Je gaat zien, je gaat er nog over geraken over de tijd. Hè? Dat zou het wel zijn. Nee, niets van, niets van. Voilà. Dan gaan we... Als je zegt stop, dan zetten we de tijd stop. Stop de klok. Ja, stop. En dan zitten we op 3 seconden. Chef, Jolo, je mag nog één keer voorstellen aan de mensen thuis. Ja, het is een soepje met butternut, met tortellono, met rode ei voor de kenners. Het is afgewerkt met heel lekkere ham en salie en een kletsje room. En dat is comfortfood op en top. Voilà. En ideaal voor de mensen dat graag ook eens een glasje wijn drinken terwijl ze 20 minuten koken. Mensen dat dit willen namaken, kijk eens op njan.tv. Chef, een dikke dankjewel. En dan gaan wij gewoon samen een soepje eten. Zeker.